vraag. Voor deze uitzending van Dordtse Dialogen ga ik in gesprek met Pier Eringa. Hij was tot voor kort voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Per 1 april is hij president-directeur van ProRail. Welke sporen heeft hij getrokken in zijn leven? Welke laat hij achter in het Dordtse? Welkom Pier. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Zeker. Bij de naam Pier denk ik aan een serie uit mijn jeugd. Floris. Ja. Misschien wel uit jouw jeugd. Absoluut. En Lange Pier is daarin de aanvoerder Gruttepier is het. Ja. Ja. Hoe heet het? Gruttepier. Gruttepier. Ja. Aanvoerder van een groep rovers, plunderaars. Ja. Ja. Behalve groot, sterk en luidruchtig is hij ook bijgelovig. Herken jij een beetje daarin? Nou, in het bijgelovige niet zo. Kijk, wat wel leuk is van Gruttepier, die had ook een motto. Dat motto staat in Gaasterland en Friesland nog steeds op een steen. En in het Fries staat er lever deer als slaaf. En dat betekent in het Nederlands liever dood dan slaaf. En dat is op zich wel een mooi principe. Hè? Nu ben ik niet zo dat ik koste wat kost maar blijf strijden. Maar als het gaat om welke positie wil ik en hoe... meegaan ben je en waar ben je ook trouw aan je eigen principes, is hij, op dat punt is hij wel een voorbeeld. Ja, ja. En waar komt jouw naam vandaan? Zit daar een verhaal achter? Nou, ik zit in de richting van Peter, Pier. In Noorwegen is het Per, in Friesland is het Pier en in Frankrijk is het Pierre. Dus de naam wordt steeds langer en betekent steen of rots. Nou, dus die steen die van Lange Pier ergens ligt, daar zit ook nog wel een link dan. Zeker. Ja. Oké. Ik las dat jij, las ik op de website van Omroep Friesland, Pier Eringa van Boerigwet, spreekt dat goed uit? Burgwet, ja, Burgwet. Ja. Dat lijkt me een gehucht. Ja, nou ja, een gehucht is in Friese termen, dan heb je eigenlijk niks. Een beetje een kerk en een paar huizen, dat is een gehucht. Maar Burgwet is toch wel echt een dorp hoor. En een dorp, dat is nu allemaal wat minder aan het worden, maar heeft ook nog een paar winkels en een school. Dus ik heb daar ook de lagere school gevolgd. En wat deden jouw ouders? Mijn ouders zijn begonnen met 12 melkkoeien. En die kregen ze van Paak en Beppe. Hè. Die gaven het jonge echtpaar een paar koeien mee, waardoor ze een boerderij konden starten. En die hebben zo langzamerhand de boerderij een beetje groter gemaakt. En groter gemaakt betekent uiteindelijk hoeveel koeien? Ja, 60, 70 melkkoeien. En dat is een, nou ja, in die tijd was het een middelmatig groot, maar om echt mee te doen zou je wel door moeten groeien. Ja. En uiteindelijk heeft mijn broer de boerderij overgenomen, omdat mijn ouders zeiden, als je kunt leren moet je vooral geen boer worden, want de toekomst voor de boer is ingewikkeld, dus jij moest maar gaan leren dan. Dus jij bent gaan leren? Ja, en leren was niet echt mijn favoriete hobby. En toen dacht ik, maar het is toch wel geweldig om of gymleraar te worden of straaljagerpiloot. Dus dat waren eigenlijk mijn dromen wel. Nou, heeft John Cleese eens de vraag gehad van welk onderdeel in een vliegtuig zou je willen zijn? Ja. Weet je wat hij antwoordde? Nou? Nou, ik wil eerst even jouw antwoord weten. Nou, in zo'n vliegtuig leek me geweldig om piloot te worden. Dus om aan het stuur te zitten. Ja. Dus niet zozeer... gefascineerd door de techniek, maar wel, ik hou ook wel een beetje van snelheid en spektakel. En zeker toen ik jong was nog meer, maar dus straaljagerpiloot worden leek me wel geweldig. Maar mijn lengte was iets boven de 1,90, dat vonden ze niet prettig, dus toen boden ze mij een baan aan op de grond. Ik dacht, nou, dat is toch niet echt geweldig en zo ben ik uiteindelijk bij de politie terechtgekomen. Bij de politie terechtgekomen. Please, wou trouwens joystick zijn. Joystick, ja. Ja, dat zou ik absoluut niet willen zijn. Nee, niet iets zijn in handen van de ander. Nee. Je wil zelf wel het stuur in handen hebben. Ja. Dat is wel iets wat jou karakteriseert. Ja, ja, ja. Want is dat nou ook iets Fries? Want ik heb ook burgemeester Brok gesproken over wat hij kenmerkend vindt voor Friesland. En dan gaat het over authentieke mensen, vrijheidslievend, ja is ja. Ja. Herken je dat van de Fries? Ja, dat is een principe wel. En nu wil natuurlijk niet iedere Fries wil leidinggevende zijn, want dan werd het ook wel heel druk met leidinggevende in Friesland. Hè. Dus je hebt ook altijd mensen nodig die plezier vinden om leiding te ontvangen. Maar ik ben de oudste van 6 kinderen en dus eigenlijk ook al vrij snel in de rol van de oudste gedrukt. Ja. En die dan wat meer verantwoordelijkheid kreeg en ook op broertjes en zusjes moest passen en zo. En al sneller weg moest van de boerderij omdat we
Dat mijn ouders niet iedereen de hulp nodig had op de boerderij. Dus dan werd ik al snel naar de buren gestuurd of een buurman verder om daar te helpen. Dus zo is het er wel vrij jong ingekomen. Ja, ja. Dan had ik nou hier met een boer aan tafel kunnen zitten als oudste, opvolger? Nee, wat mij tegenstond in het boerenwerk is iedere dag twee keer die koeien melken. 'S ochtends en 's avonds en 7 dagen in de week. Tegenwoordig is dat anders, dan neemt de boer ook wel eens een weekendje vrij. Maar dat is mij veel te veel routine. Dus ik, ook al van jongs af aan, heb ik iets niet met routine. Waar komt dat dan vandaan? Dat je, want je wil in het stuur zitten, je wil geen routine. Waar komt dat nou vandaan? Heb je enig idee van? Nee, kijk, ik vind het thuis wel leuk om het gras te maaien en met vertucateren in de weer zijn. Ja. Maar dat moet niet dag aan dag aan dag. Dus ik heb ook wel afwisseling en variatie nodig. Ja, waar komt dat vandaan? Mijn sterrenbeeld is tweeling. Yeah. En tweelingen zijn ook wel een beetje van de afwisseling en de variatie. Dus in dat opzicht klopt mijn aard wel een beetje bij het sterrenbeeld. Dus ik weet niet wat nou bepalend is, een sterrenbeeld of ikzelf. Maar afwisseling en variatie hoort wel bij mij. En jij bent naar de politieacademie? Ja, zeker. In Apeldoorn gegaan. Dat lijkt me nou een organisatie waar je ingekaderd wordt. Waar je mee moet doen met de rest om erbij te horen. Ja. Ja. En dat is, dat heeft positieve kant en het heeft negatieve kant, hè? Sprak de diplomaat. ik ben ook wel een beetje van de discipline. Ook in het ziekenhuis weet men ook van, ik hou van vrijheid, ruimte, dat mensen zelf hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Maar soms zijn protocollen en regels, die maken ook dat je geen wildgroei of wilde dingen krijgt. En ook bij de politie is het zo. Je moet, denk ik, als en dat zeg maar pro-deel niet heel anders zijn. Je moet je vakmanschap aanwenden om dingen op te lossen. En soms is het crisis en narigheid. En dan moet iedereen van elkaar weten welke rol je speelt, hoe je doet. En dan moeten er geen verrassingen voor elkaar zijn. En daar hoort dan wel een stukje discipline en hiërarchie bij. Dus je zou kunnen zeggen, in de ME-situatie... dan kun je niet met praatgroepjes eerst uiteen om je af te vragen hoe zullen we dit nou aanpakken. Dan is het de ME staat er allemaal in hetzelfde pak met dezelfde opdracht met één baas en die zegt we gaan zo nu van A naar B. Maar op het moment dat je problemen hebt in een wijk en in de sfeer van een wijkagent, dan hoort er koffie drinken bij en nog eens een keer overleggen en die partij er nog eens een keer bij halen. Dus die twee kanten die passen ook wel een beetje bij mij. Want als je even terug gaat naar die opleiding, dan kom je daar tussen allemaal voornamelijk jonge mannen, neem ik aan? Ja, in die tijd, 1980 begon ik in Apeldoorn, had je ook wel de vrouwen die ook nadrukkelijk binnenstroomden. Dus het was meerderheid man, maar man en vrouw samen. En dan ga je intern ook bij zo'n politieschool? 1 jaar intern en 3 jaar extern. En wat heb je daar geleerd van groepsdynamica? Want dat kan niet anders dan dat je daar veel opsteekt. Ja, nou ja. Die mannen onder elkaar en hoe dat gaat. Zeker. Nou ja, de kracht van de politie is wel het voor elkaar willen werken. Dus wat mij ook wel verbaast in andere banen, bijvoorbeeld in de ambtenarij. Als je daar vragen kreeg van een collega, is niet altijd automatisch dat je ook antwoord krijgt of dat de ander graag iets voor je wil doen. Bij de politie is toch wel een cultuur van als de een een probleem heeft en hulp vraagt van een collega of van collega's elders uit het land, dan help je. Want dan kun je zeggen collegialiteit. Ja, ja. En als het erop aankomt, samen schouder aan schouder staan, omdat dat je sterk maakt, dat is wel een cultuur die heel positief is. Ja, negatief en minder is dat je niet snel kritiek die er ook wel zou kunnen zijn uitspreekt. Dus dat je zou kunnen zeggen, in de politiecultuur is het kritisch vermogen is zuinig schaars aanwezig. En dat zou wat nadrukkelijker mogen zijn. Elkaar aanspreken, dingen uitspreken. Want hoe zit het in zo'n opleiding? Gaat het daar ook over? Zeker. Zeker in de officiersopleiding. Ik ben ook geleid als officiersopleiding. Maar dat geldt ook in de primaire opleiding. Je wilt wel een beetje. Ja. Politieman of vrouw moet ook wel een beetje communicator zijn. Hè? Ja. Dus een van de functie-eisen, weet ik nog, in een korps waar ik werkte, was de eerste was voor nieuw personeel. Legt graag als eerste contact. Dus je moet dan ook iemand zijn die de verbinding maakt, die het contact aangaat. Ja. Nou, veel politiemensen hebben dat en sommigen ook niet. Nou is die politietijd lang achter je. Heb jij nog iets van de politieagent in je? Of politieofficier? Ja, zeker. Nou ja, ik probeer in iedere baan die ik doe iets mee te nemen. Ik ben 3 keer heb ik bij de politie gezeten. Ja. 2 keer bij NS. Dit wordt de 3e keer dat ik het spoor opga. Ja.
bij justitie en als gemeentesecretaris, overal steek je wat op. Dus politie is van het handelen, actie, crisis kunnen oplossen. Nou ja, als gemeentesecretaris werd een ernstig appel gedaan op diplomatie. Op niet altijd de binnenbocht nemen, maar ook eens een keer de buitenbocht pakken. Of soms een zijpaadje inslaan waarvan je van tevoren al wist, dit wordt niks. Lacht dat je ook wel? Nou, daar moest ik wel aan wennen. Dus die 4 jaar gemeentesecretaris, dat is voor mij één grote organisatie. Ja, één grote leerschool geweest. Ja. En mensen dachten ook, mensen vanuit de politie, wat sneu nou, dat het zo mis is gegaan met Pier, dat hij van hoofdcommissaris gemeentesecretaris is geworden. Want dat oogt toch als een wat duffe, brave baan. En nou, ik heb er een hele andere kijk op gekregen. Ik zou niet levenslang gemeentesecretaris kunnen zijn, want je moet er ook een beetje grijs kunnen zijn, hè? Dat ben ik al. En mee kunnen bewegen. En ik ben wel van, ik kan best wel mee bewegen, maar wel binnen kaders. Een diplomatiek noem je al. Ja. Hoe zag dat diplomatieke bij jou eruit? Nou, bijvoorbeeld als je in een collegevergadering dingen zag gebeuren tussen burgemeesters of wethouders, of tussen wethouders onderling, dat je al snel leerde van, het liefst zou je tijdens de vergadering dingen bespreekbaar maken en zeggen van, moet het nou wel op die manier, kan het niet anders. En veel beter werkt het om dat buiten de vergadering te doen in de één op één. Dus dat in mensen, de achterkamertjes eigenlijk? Nou, in ieder geval in een veilige omgeving voor iemand om aangesproken te worden. Want het oogt heel stoer om te zeggen, we spreken elkaar aan, ook in een groep, in de groepsdynamiek. Ja. Maar kan voor mensen ook heel onveilig zijn om aangesproken te worden in het zicht van anderen. En dan kun je twee dingen doen. Of je doet het niet, of je zoekt een vorm die wel aanspreekt. Ja. Met Guus, de hoogste die vloog ook wel eens uit de bocht in zo'n collegevergadering. Ja, dan kun je als gemeentesecretaris niet ter plekke jouw burgemeester aanspreken waar de wethouders bij zijn. Ja. Dat doe je dus dan in een één op één bij een kopje koffie. Wat me nou zo lastig lijkt in een politieke omgeving, daar nog even op door te gaan. Al die ambtenaren zien die politici. He, rondom verkiezingen, iedereen heeft zijn eigen belang, niet alles wordt gezegd. Daar gaan ambtenaren ook naar gedragen. Ja. Heel lastig om daar schouder aan schouder te staan, om even politietermen te spreken. Ja, ik ben ook wel, ik heb het nog nooit eerder zo uitgesproken, maar bij incidenten die in het openbaar bestuur gebeuren met foute declaraties of dinerbonnen met hoge bedragen, of burgemeesters die zijn afgezet omdat ze barkrukken declareerden of een biljartlaken. En dan spreekt wel mijn oud-ambtenaren hart in de zin van, waar was de ambtenaar, waar was de secretaresse, waar was de financiële man om te zeggen, nou burgemeester of wethouder, dit is wel een hele exotische declaratie. Klopt dit wel of is het wel handig om dit te declareren? En waarom gebeurt dat niet, denk je? En waarom gebeurt dat? Dat vind ik wel interessant. Twee partijen, twee schuld. Hè. Is het dan zo dat de bestuurscultuur zodanig is dat die ambtenaren klein worden gehouden? Of speelt die regie dus zo'n rol in zo'n organisatie? Dat kan, maar wat ook kan, is dat je laffe ambtenaren hebt. Dat je ambtenaren hebt die het zichzelf makkelijk maken door te denken van, ik brand mij daar niet aan, je zult mij er niet over horen. Ja. Als de bestuurder het zo wil, en dat zijn niet de goede ambtenaren. Dus wat je wilt, en dan maken we de stap naar het ziekenhuis, hij gaat meteen de regie al overnemen. Maar dan de checks en balances, zo heet dat in het Engels. Yeah. Hè? Dus het evenwicht tussen ambtenarij en bestuurders moet in orde zijn. Omdat die elkaar scherp houden. Omdat ik geloof dat bestuurders in een gemeente, provincie of landelijk niks hebben aan braaf knikkende ambtenaren. Daar worden ze niet beter van. Daar wordt de oplossing ook niet beter van. Dus die moeten met elkaar in balans zijn. En in het ziekenhuis, verdikken zeg, is het hetzelfde. En daar speelt het tussen dokters en verpleegkundigen. Wacht even voor daar doorgaan. Zeker. Dan wil ik even kijken of ik ga je nu volgen. Of de regie een beetje in handen kan houden. Heel natuurlijk. Goed. Waar ik wel benieuwd naar ben is, je hebt die vier domeinen waar jij gewerkt hebt, hè? Veiligheid, openbaar bestuur, openbaar vervoer en mobiliteit zou je kunnen zeggen. Ja. Wat zie je nou eigenlijk, want jij bent overal een jaar of 6 geweest zo. Wat zie je nou als rode draad in al die functies? Wat doe jij daar eigenlijk overal een beetje hetzelfde? Of net even anders? Wat neem jij mee dat jij het zegt? Wat ik meeneem is mijzelf. Ja. Dus wat ik in ieder geval overal doe is mijzelf zijn. Ja.
En ik geloof erin als mensen denken van dit is een man die doet trucjes, kunstjes. En het zou ook heel raar zijn als ik in al die verschillende rollen hele andere personen zou zijn. Maar je kunt wel variëren in stijl. Dus mijn politiestijl is recht op het doel af. En de gemeentesecretaris-stijl is diplomatiek mee kunnen bewegen om uiteindelijk wel je doel te bereiken, maar niet altijd via de rechte lijn. En in een ziekenhuis is het denk ik zo dat je ook daar, als je daar als bestuurder alleen maar de kosten weg wilt, dan krijgen de dokters binnen de kortste mogelijke tijd in de gordijnen. Ja. En die denken van wat nou, hebben we hier zo'n pipo als bestuurder, heeft de balverstand van medische zaken. Het kan toch niet zo zijn, hè? Ja. En dat is ook zo. Ja. Dus daar hoort een stijl van luisteren, praten en stapje voor stapje vooruit. En dat is een andere dan de recht op het doel af. Dan ben jij meer, als je zegt, van ben je iemand die voor de troepen uitloopt of ben jij meer een teamspeler? Nee, ik vind allebei. Je kunt natuurlijk op de of-vraag ook zeggen van ik ga niet mee in de of-of, maar en-en. Kijk, mijn rol is vaak, als je eindverantwoordelijk bent, dan vind ik dat je ook mensen het gevoel moet hebben, er staat iemand voor ons die ook een beetje de hoofdstrategie weet te bepalen. Ja. En die voor ons staat als het goed gaat, dus die een goede boodschap kan uitdragen. Ja. En als het slecht gaat, er ook staat. Ja. En een soort paraplu kan zijn of hitteschild om ook de organisatie te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ja. Dat is voor de troepen. Als het gaat om samenwerken, een van mijn stellingen is ook in het verleden geweest, ik wil geen dirigent zijn van solisten, omdat ik ook geloof, ik ben opgevoed vanaf mijn zesde in de plaatselijke fanfare. Wat speelde je? Ik speelde bugel en daarna nog trompet. Maar daarin weet je ook van het klinkt pas als je samenspeelt en je krijgt dissonanten als iemand te hard zijn partij blaast en niet luistert naar de ander. Dus daarin hoort samenspel. Ja. Ik hou ook van sport, veel gevolleybald. Ja. En volleybal is ook een teamsport bij uitstek. Ja. Dus ik denk zowel een beetje voor de troepen uit als ook dat doen in samenspel. En even naar jouw fragment toe gelijk. Hè? Dus je zegt van je houdt ook van sport. En dan gaan we naar eigenlijk een rare link eigenlijk, want als we het over sport hebben. We gaan even kijken naar de ramp, de voetbalramp bij Hillsborough. Ja. Daar wilde jij iets van zien, dan gaan we even een stukje van kijken. Ja. Wat gebeurde daar, Pierre? Nou, dit was een belangrijke voetbalwedstrijd. En zoals zo vaak heb je dan ook een politiebaasje, die is de commandant. Ja. En wat was het probleem? De aanvoerder van ik weet niet welke club het was, in ieder geval van de gasten. Liverpool, die was gast daar. Ja. Hè? Ja. En die hadden vertraging onderweg gekregen, dus die kwamen eigenlijk te laat voor de wedstrijd. Ja. En toen had je het probleem dat heel veel mensen, die wilden het stadion binnen. En het ging eigenlijk te traag, want op enig moment zou de wedstrijd beginnen. En toen heeft die politiecommandant, die is geadviseerd door een van zijn mensen, heeft op een bepaald moment de hekken opengezet. En daardoor zijn mensen met barstens geweld naar binnen gegaan, hebben elkaar in de verdrukking geholpen. Ja. En dat heeft geleid tot de kleine 100 mensen die doodgingen. Ja. En het bijzondere is nou, dit was geloof ik in 1998, dat nu pas die politiebaas erkende dat hij die poort had opengezet. Ja. Nou ja, wat leert ons dit? Ja. Ook in het publieke domein, dat het zelfs na 25 jaar of heel veel later je ter verantwoording kunt worden geroepen. Dat is 89 geloof ik. 89 zelfs. 89. Nou, kun je vragen hoe lang geleden, dat na zoveel jaar nog iemand ter verantwoording kan worden geroepen. Wat het ook leert, en daar is ook wel een grote verbetering heeft er plaatsgevonden, is dat je niet moet denken in de situatie alleen daar van ik ben commandant om de mensen binnen te laten in een stadion. Ja. Maar dat je oog moet hebben voor vertraagde supportersaanvoer. Ja, ja, ja. Dus dat je leert denken in ketens. En dat is tegenwoordig al een stuk beter dan toen. Ja. Die politiechef had kennelijk te weinig oog voor, ze komen vertraagd aan wegens wegwerkzaamheden. Ja. En wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor de wedstrijd? Want je zou kunnen zeggen, nou, 1-1 is 2. Ze komen te laat aan. Ik krijg ze niet op tijd in mijn stadion. En om narigheid en ongelukken te voorkomen, zeg ik tegen de club, we gaan later starten. Ja. Want anders krijg ik gezeik en gedoe in mijn stadion. Ja. En dat is niet gebeurd. Dus wat is dan de
uiteindelijk een reden waarom je dit fragment dan kiest? Nou, hoe belangrijk het is, ook als je in je eigen situatie zit, dat je niet alleen oog hebt voor jouw eigen stoepje, voor waar jij verantwoordelijk voor bent, maar oog hebt voor dingen die daarvoor zijn gebeurd en ook oog hebt voor het vervolg of de mogelijke gevolgen. En dat is denk ik wel bij besturen en leidinggeven vreselijk belangrijk, dat je natuurlijk leeft in het hier en nu, maar hou altijd oog voor je omgeving en wat om je heen gebeurt. En wat dat betekent voor jouw handelen. En wat je ook eventueel er nog moet doen met anderen in andere verantwoordelijkheid. En het aandurft om te zeggen, geachte scheidsrechter, jij start de wedstrijd niet. En die politiechef heeft toen waarschijnlijk niet het gevoel gehad dat hij in de positie was om dat te doen. Wat vind je ervan dat die 26 jaar later pas... Ja, dat is raar, hè. En dat is ook wel ietsje van de politiecultuur. Daar is ook wel een belangrijk begrip, is bekennen kan altijd nog. Of nog nooit is iemand beter geworden van bekennen. Terwijl je wil dus dat, als je iemand een verdachte hebt, wil je dat die bekent. En zelf beken je niet. Nee, dat is wel een... Dus ook beter is dan om... dus wat is ook de leer... Als iets fout gaat, communiceer erover, verdoezel het niet en zeg het. Nou, dat hebben we in het ziekenhuis gedaan. Ja. Als we incidenten hadden, niet verstoppen, niet onder het tapijt, open over zijn, melden bij de inspectie als het nodig is, onderzoeken, transparant maken. Nou, en in het ziekenhuis zei ik ook, dan gaat het niet bij zo'n onderzoek op zoek naar de boef, want dan had ik net zo goed bij de politie kunnen blijven, maar naar het verschijnsel. Ja. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja. En dat is denk ik straks bij ProRail ook belangrijk, dat mensen het gevoel hebben, er is iets misgegaan. Ze gaan het goed onderzoeken om ervan te leren in de hoop en verwachting dat de volgende keer beter gaat. En wat is nou, als je terugkijkt op jouw Dordtse periode, waar ben je het meest tevreden over? Nou, het meest tevreden ben ik over... Wat zijn de sporen eigenlijk? Eigenlijk is mijn vraag, wat zijn de sporen die je achterlaat in de Dordtse? Want je bent er 5,5 jaar geweest ongeveer, hè? Nou, kijk, het allerbelangrijkste is dat de klus waar je voor gesteld bent, dat gelukt is. Ja. En dan gaat het niet om mij, maar dan gaat het om wat je bereik hebt. En ook daarin... Maar jou persoonlijk, wat vind je nou dat je denkt, daar kijk ik... Wat ik lekker vind is het volgende. Ik kwam en toen ging ik een rondje langs huisartsen maken en toen zeiden de huisartsen tegen mij, Pier, weet je wat ASZ betekent? Ik zei, ja, wel zeker, op het Zwitserse ziekenhuis. Nee, ze zijn alle slechtste ziekenhuis. Toen dacht ik, verdikke zeg, hier moet wat gebeuren. Ja. En nu ga ik weg en nu krijg ik ook briefjes en kaarten van huisartsen en van anderen die zeggen, verdikke zeg, we hebben geloof en vertrouwen in ons ziekenhuis. Ja. Er gaan ongetwijfeld door dingen niet goed, maar het ziekenhuis staat er goed op. Nou, en dat is het mooiste wat je kunt hebben. En wat is het meest creatieve idee wat je gehad hebt in die periode? Het meest creatieve idee? Belangrijker dan zelf creatief zijn is dat je creatief in de organisatie voor elkaar krijgt. Ja. Maar creativiteit of een beetje niet braaf zijn. Ja. Ook af durven wijken van protocollen als dat in dienst staat van een hoger belang. Dat is Friese eigenlijk. De regel is het doel, maar er is een hoger belang dan de regels en de protocollen. En dat mensen dat voor ogen blijven houden. En dat betekent soms ook dat mensen... Het aandurven, ook in het ziekenhuis, wat misschien niet helemaal volgens hun bevoegdheden geldt, maar wel goed is voor de patiënt. En als ik dat voor elkaar kan krijgen, dus dat is het nou creativiteit of ook een beetje niet al te braaf zijn om een hoger doel te bereiken, dan vind ik dat wel heel mooi. Okay. Niet al te braaf zijn. Je hebt in die vier domeinen gewerkt. Je bent ook lagerhuis die betere geweest, hè? Ja, dat was ook alweer lang geleden. Ik denk zo rond 1996. Toen was je nog in de politie, geloof ik, hè? Ja. En ik heb vier stellingen voor je over elk van die domeinen. Laten we eens beginnen met veiligheid. Even kort te reageren. Hè? Je weet, je hoeft er niet bij te gaan staan hier, maar even kort. We hangen veel meer camera's op in de publieke ruimte. Alleen op die plekken waar het echt nodig is. Punt. Mobiliteit. Hans van Mierlo heeft gezegd, het mobiliteitsprobleem is simpel op te lossen. Mensen moeten gewoon meer thuis blijven. Is niet van deze tijd. Zorg. Grootschaligheid in de zorg leidt tot gezondheidsfabrieken met als gevolg anonymisering. Ja, niet mee eens. Grootschaligheid betekent ook kunnen investeren in kwaliteit. En ik geloof dat schaalvergroting en ook op kleine schaal herkenbaar zijn is van belang. Maar grote schaal kan ook betekenen dat je investeringen kunt doen, kwaliteit in huis kunt halen. Hebben we hier in Dordrecht ook meegemaakt, waardoor je nog beter ziekenhuis kunt zijn. Oké. Openbaar bestuur. Heffen de provincie als bestuurslaag op?
Nou, beginnen bij de waterschappen, hè. En dan misschien de provincies. Ik ben niet zo'n structuurfreak, maar ik heb meer met de gemeente dan met de provincie. Okay. Dan nog even Friesland, kaatsen. Ja. Kun jij mij als leek even in een paar zinnen uitleggen, is dat mogelijk, wat dat nou eigenlijk is en wat er nou zo leuk aan is? Want jij kaatst nog steeds. Ja, nou, nu niet zoveel meer, maar ik vind het wel een leuke sport. Ja, het is van Friesland. Dus het verbindt. Maar wat doe je eigenlijk met kaatsen? Ja, met een klein balletje, die sla je met je blote hand, serveer je als het ware. En je slaat terug met een handschoen. Yeah. Dat doen ze in België, Spanje, maar ook in Friesland. En het heet op de verschillende plekken heet het anders. Je zou kunnen zeggen een soort voorloper van tennis. Er zitten competitieelementen in. Yeah. Er zit een volkssport erin. Iedereen doet het, mannen of vrouwen. Hoog niveau, laag niveau. Dus het zorgt voor, het is een belangrijke bindende factor in een dorp of in een stad. En je doet het nog steeds? Ik doe het nu niet veel meer. Een keer een familiepartijtje, maar ik heb er nu meer toegelegd op een beetje hardlopen, fitnessen. En lekker buiten zijn op de fiets. Want als Fries die niet in Friesland woont, kom je ook moeilijker in contact met het kaatsen. Ja, ja. Dan nog even in Dordrecht je favoriete plek. Ja. Dat is? Ja, dat zijn de tuinen bij Villa Augustus, omdat ik dat een mooie plek vind. Waarom is het mooi? Het is makkelijk bereikbaar. Yeah. Je rijdt er zo naartoe. En het is een feest om daar te komen als je nou in het restaurant gaat met een winkel die ervoor zit. Je kunt er goed eten. En die tuinen, nou ja, ik heb er wel gelopen en gezeten met hele diverse dingen. Met mensen die afscheid namen en of hele opgewekte gesprekken. Maar ik heb er ook een aantal hele moeilijke gesprekken met mensen gevoerd. Dus het is wel een plek waar ik lief en leed wel met mensen heb gedeeld. Ja, ja. En die setting en die omgeving daar en die tuinen, die zijn een goede omgeving om dat soort gesprekken te voeren. En enige tijd later had de Volkskrant dat ook door. Ja. Die heeft daar ook een hele serie gesprekken met mensen gevoerd. Maar dat is een mooie plek. Ja. Dan ga jij naar ProRail, hè? Ja. Ik heb daar een aardige cartoon voor je als cadeautje van een gemeenschappelijk iemand die we kennen. Dat is deze. Daar ben ik wel over één ding wel heel erg nieuwsgierig als afsluiting. Jouw voorganger ging weg omdat ze zich te veel ingekaderd voelde, las ik zo. Dan kom jij daar als vrijheidslievende man binnen. Wat maak jij nou geschikt voor ProRail? In twee zinnen. In twee zinnen. Nou, ik weet een beetje hoe de politiek werkt, het politieke bestuur. Ik weet een beetje hoe het bij NS werkt, omdat ik daar zelf heb gewerkt als afnemer van, belangrijke afnemer van producten van ProRail. En ik vind het leuk om een organisatie in het linkerrijtje bovenaan te krijgen. Dus een soort winning mood te creëren, een positieve stemming met een winnaarsgevoel. Yeah. En dus ProRail moet een beetje weg uit de hoek van de geslagen hondjes. En het moeten zelfbewuste, trotse mensen zijn die kritisch zijn op een vak en dat uitstekend willen doen. En als een van de beste organisaties van Nederland willen zijn. Dus mijn ambitie is ook dat je de komende jaren weinig over ProRail hoort. Oh, ja, ja. Dat het stil wordt rond ProRail. Dat mensen denken, verdikke zeg, daar hoor je ook bijna nooit meer wat van die lui. Dat gaat goed. En dat na drie jaar ze komen kijken en denken van, hey, er zijn dingen toch anders nu aan het gaan dan dat het was. En wat doe jij nou over 6 jaar? Dat is een goede vraag. Dat is wel heel ver vooruit. Ja. Bij alles wijs kwam je en zei ik blijf 4, 6 jaar. Ja, en ProRail, het zal ook 1 jaar of 6 denk ik zijn. En daarna weet ik het niet. Kijk, ik ben wel een beetje enthousiast over het publieke domein. Dus wat het er doet, midden in de samenleving, dichtbij wat mensen dagelijks ook meemaken, daar ben ik het liefst. Oké. Okay. Ik dank je voor dit gesprek. De volgende gast bij Dordtse Dialogen zal zijn Wim Huizer. Zijn biografie over Kees Budding, Dichter bij Dordt, staat er dan op uitkomen. En wij spreken hem daar onder meer over. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja.